hebben natuurlijk een aantal keukenboeren gevraagd van, goh, kun je met ons meedenken, kun je helpen schetsen, want we zijn redelijk beperkt in ruimte. We hebben een aantal uitdagingen, zoals een draagmuur die niet weg kan, waardoor je een andere keuken bouwt dan dat je normaal zou bouwen. En toen hebben we 3 keukenboeren uitgenodigd en gevraagd van, jongens, laten zien wat je kan en wat je kan met de ruimte. Wat ik ervaren heb, en dat heb ik al vaker ervaren, want ik heb al vaker een nieuwe keuken ergens neergezet, is dat de Palux, en zeker Adrie in dat geval, echt iemand is die meedenkt. En ook kwaliteit levert. Voorheen stond de andere metier aan deze kant, bijna in de koude kant, en nam ik best wel veel ruimte in. Maar wat we nu zien is dat we wat meer in een soort van hoekje gedouwd hebben en dat de warme kant eigenlijk meer één kant is geworden. Waardoor je wel wat explosiever kunt werken eigenlijk en meer op elkaar inspeelt. En dat werkt dan soepeler als dat we voorheen deden en dat we ook minder afstanden hoeven te lopen.